Op 15 oktober werd de uitslag bekendgemaakt van de DDDQ 2022, die na een coronapauze van 2 jaar eindelijk weer georganiseerd kon worden. Met een deelnemersveld van 1600 Dongenaren, verdeeld over 70 teams, was het op de uitslagenavond in de Kameleur in Dongen gezellig druk. De meeste teams wilden uit eerste hand weten of ze gewonnen hadden, of een van de andere prijzen in de wacht hadden gesleept, want er waren ook prijzen te verdienen als men eerste op een bepaald onderdeel was geworden. Nadat iedereen voldoende consumptiebonnen had ingeslagen, kon men naar de grote zaal, waar op het toneel de prijsuitreiking zou worden gepresenteerd door Teun Aarde. Als een soort Maarten van Rossum werd voorzitter Peter van der Made in een gemakkelijke stoel op het podium gezet, waarvan hij de gehele gang van zaken in de gaten kon houden. Peter trapte de avond af met een welkomstwoordje en de introductie van de Captain's Parade, waarbij ieder team even aan het publiek werd voorgesteld in een wervelende slideshow. Nog een kwartiertje en Murphy is ook welkom vanavond. Iedereen kent Murphy's Law. Alles wat verkeerd kan gaan, zal ook verkeerd gaan. Nou, als dit de eerste keer is voor vanavond en de laatste keer, dan komt het helemaal goed. Dan gaan we heel snel hier in de Captain's Parade en nogmaals een hele leuke avond. Winokis of W-N-O-K-I-E-S of Winokis. Graag een heel groot applaus voor onze presentator voor deze avond, Teun Aarde. Ja, een hele goede avond. Hoi, hoi, hoi. Nou, dit zijn meer dan 200 kaarten. Lekker. Hoe gaat het, dames en heren? Hebben we er zin in? Wat voor jaar was het, Peter? Het was een gek jaar. We hebben er 3 jaar naartoe kunnen leven. We waren blij dat we eindelijk echt weer opsporten. En we zijn blij dat we heel veel blije gezichten gezien hebben. Mensen blij waren dat we weer konden spelen. En bovenal, de weergoden zeiden regen, regen, regen. En met het opbouwen heeft het een heel klein beetje geregend. En toen we straks zijn gaf was het droog en het is heel lang droog gebleven. Dat was ideaal. Teun liep af en toe de zaal in om teams te interviewen. Hij sprak onder andere met het team van Haute Cuisine, waar we later nog wel meer van zullen horen. Van Haute Cuisine. Daar moest je lang over nadenken. Het was niet op de snelheid van de quizavond. We hebben gewoon weer gewonnen. Aan arrogantie geen gebrek. Ik weet het ook niet, dus ga verder. Want wie denkt dat hij de mooiste foto had? Hij gaat naar huis met een foto op aluminium gedrukt. Mooi boven de haard. Mooi voor in de mancave. En die eerste teamfoto is gewonnen door team nummer 16, de Doosse Doomskosten. En toen was er ineens een tussenstand. De tussenstand na 4 categorieën. Op de 5e plek, mij niet bellen. Op 4, Kookclub. Op 3, de Apengrapers. Haute Cuisine op 2. U weet wel waarom, op 1. Een van de doedingen tijdens de quiz was het omverwerpen van een badeend op een statief. Dat lijkt niet moeilijk, maar met een strandbal is dat een hele toer, zoals Peter hier laat zien. Nog zoiets. Hoe raak ik een badeend met een zelfgevouwen pijl met een blaaspijp? De groep die het dichtst de eend naderde, won uiteraard. Even een demonstratie op het podium. Ondertussen werd bekend wie de slimste mens in Dongen was. En dat bleek Iris de Hoog te zijn. Met maar liefst 64% antwoorden die goed waren. Harmke Korsmits bleek de meest culinaire deelnemer van alle quizdeelnemers te zijn. Ze was de enige die de 3 smaakingrediënten, gember, vanille en citroengras, kon bepalen in de gladde grijze bol die van huis aan huis liet proeven aan de Kanaaldijk Noord. Jannes was afgezonken
in de Dongen met zijn duikuitrusting en kwam enkele keren boven water. De quizdeelnemers moesten bepalen waar hij zich bevond. Tijdens deze uitslagenavond toonde Jannes zijn duikuitrusting en werd bekendgemaakt wie deze vraag goed had. Hoe groot schat je je kansen voor dit jaar? Zeker Parijs is nog ver, maar als je straks het podium op moet, is de speech al klaar? Helemaal niks. Een van de eerste edities volgens mij, toch? Ja, is het daarna moeilijker geworden om in die top te eindigen of makkelijker? Eigenlijk makkelijker, man. Het gaat een beetje toe om de effort een beetje te laten winnen, hè? Ik bedoel, ja, we kunnen niet altijd de eerste zijn. En dan de uitslag. Traditiegetrouw wordt er altijd gestart met de Rode Lantaarn. Dat is het team dat het minste aantal punten heeft gehaald en dat waren Marco's Angels. Helaas waren ze niet aanwezig, waardoor de Lantaarn aan een ander team werd uitgereikt. De winnaar van DDDQ 2022 werd met overmacht Haute Cuisine. En dit al voor de derde keer. En de tweede plek was voor U Weet Wel Waarom. Gefeliciteerd met deze eeuwige roem. En het bleef nog lang onrustig in de Kameleur. Op naar DDTQ 2023.